Hey kijkers, het is David Games. Welkom bij een allernieuwste aflevering van mijn survival serie. En we kijken even naar buiten. Het ziet er zo mooi uit. Even kijken. Kijk eens hoe ver het is. Dat hebben jullie vorige keer natuurlijk gezien in mijn vliegensvlugge update video. Waarin ik een beetje geknipt heb tussen de stukken door die ik gebouwd heb. En zagen jullie ook dat daar iemand stond. Ik zag het. Ik zag hem heel klein beetje van mijn ooghoeken. Ik heb iemand op de server vandaag. En het is... Hallo, ik ben Timo! Het is Timo van EGK, yay! Yeah, party. Ja, even voor de info, laat je Skype even achter, want de volgende afleveringen die zijn allemaal met kijkers, met jullie dus. Dus ik ga mensen op Skype halen en dan mogen jullie mij helpen, assisteren, net als in de livestream, dat ik het er wel met fans samen hier zit te Minecraften. Dan mag je dat samen met mij een aflevering gaan doen. Dat zien jullie door iedereen, Timo. Ja, ik voel me ook echt vereerd. Oké, maar eerst moeten we even eten pakken. Want... Ja, en misschien wat leuke spultjes. Want ja, ik ben als jij dat nou gaat doen, dus die achterste kist. Nee, niet die. Oh, ja, sorry. Zo. En dan ga ik even gauw brood maken, want wij gaan vandaag op... Avontuur! Oh, ik heb... Spannend, alles kan fout gaan. Alles gaat dan ook waarschijnlijk fout. Ja. De wet van David. De wet van Hans. Als het zou ik even een extra zwaard mogen maken? Ja. Je hebt toch zoveel iron. We hebben ontzettend veel iron. Dat heeft te maken met elke keer als ik een grot in ga, vind ik alles behalve diamond. En ik vind altijd heel erg veel iron op een of andere manier. Ja, herkenbaar. Even kijken. Je oh, holy shit, daar ligt veel. Oh. Ik kom zo meteen met een bak aan brood. Dat wil jij niet weten. Dan word je helemaal gek. Je wordt gek, man. Ja, gek! Zo. Je hebt alles, maar je hebt geen... Of misschien hier nog. Nee, je hebt geen hout. Jawel. Beter niet in de kist. Nee, oh, in een andere kist. Links achterin, in de hoek. Oh, is er dan nog een? Links achterin in de kist. Oh ja, daar. Hey, maar Timo, vertel eens even wat over jezelf. Want iedereen zegt EGK, Ronald! Maar vertel. Ja, wat is het verhaal achter Timo? Het draait een zielig muziekje. Ik weet niet of het bij jou ook draait, maar bij mij wel. Oh, ja. Nou, het begon allemaal toen 16 jaar terug ik werd uitgepoept in het ziekenhuis. Ja, hoe was dat? Ik vond het wel leuk. Cool. Ja, en verder, toen was ik ineens hero met David en toen kreeg ik brood. Alsjeblieft. Wat heb je allemaal nog meer meegenomen? Ik heb een zwaard gemaakt, een pickaxe zat nog in de kist. Ik heb een helmpje en boots. Ik vraag me af of jij dit een beetje kan, want ik ben er heel slecht in. Ik ben hartstikke pro. Kijk. Ik kan survival op een eiland waar heel... Nee, dit. Of je kan schieten. Oh, ik had al een boog. Oh. Heb je pijlen? Ja, ik had de helft gepakt. Oh, dan neem je ze allemaal mee. Ja, de andere helft. Dan ben jij... Oh, dan boeien. Jij bent onze ranged AD carry vandaag. Hey, ja. Geen flauw idee wat het betekent, maar ik ben er. Oké. Ben je er klaar voor? Nee, ik maak nog eventjes armor. Armor? Weet je wat het kost? Ja, maar dan mag de volgende kerel ook gebruiken, of vrouw. Oh zo, dat is slim. En die doe je dan... Ja, die doe ik dan weer in deze kist. Oh, in andere... Oké. Nou, ik ben klaar. Ja, ik ook. Alleen begint het donker te worden. Oh, nou, des te spannender het avontuur. Oké, kom maar, dan gaan we er vandoor. Nou, het leek mij leuk, want ik had bijna alle kanten wel een keer ontdekt. Behalve... die kant zijn we nog niet op geweest. Waar gaan we nou naartoe lopen? Uh-huh. En hier naar rechts ben ik één keer geweest, maar dat was eigenlijk één rechte lijn. En toen kwam ik een grot tegen en toen ben ik er ingevallen en toen heb ik hem leeggehaald. Wat vind je van dit trouwens? Dat heb ik zelf gemaakt. Oh shit. Weet je hoeveel blokken dat was om omhoog te lopen? Dat... 25. Toen heb ik een lava bucket in leeg gegooid en nou staat het heel mooi. Het is net alsof die vliegt door die lava. Ja. Mooi. Oh, fuck, je bent al veel te snel. Timo. Ja, ik ben er al. Ja, was... Hé, een kip. Of is dat geen kip? Kip Hans. Oh nee, dat is een koe. Kip Hans. Oh, ik heb iets geüpload net op DDG. Oh, de telefoon. De telefoon. Anders neem je even op. Zet hem op de speaker. Straks is het iemand interessant. Zie je creeper. Oké. Wow. Soms heeft het voordelen dat iets heel lang moet laden. Oké, we gaan kijken wat daar... Dat je onder de grond kan kijken, zeker. Ja. Ik wacht wel even tot je telefoongesprek voorbij is. Ja, nee, die is net voorbij. Het is een probleem wat voor sommigen misschien wel herkenbaar is. Nou? Het is etenstijd. Ja, nou, ze wachten maar. En dan bellen ze natuurlijk. Dat is heel herkenbaar voor sommige mensen. Dus jouw moeder die fungeert zeg maar een klein beetje als secretaresse. Ja, mijn vader. Kom je nog, Timo? Ja, ik ben niet bij jou. Je staat stil. Jij staat stil. Alles staat stil. Zullen we even kijken of... Je ziet mij wel.
Ja, maar nu bewoog je weer. En nu ben je weg. Oh, jij ook. Je beweegt ook. Je bent weg. Oh, ik zie je daar. Je beweegt. Loop je nou naar me toe? Ja, oké. Ik sta op een blokje. Ja, ik zie je staan. Bij de fakkel. Die was er net nog niet, maar nu wel. Oké. Het is misschien wel handig, anders kunnen we de weg niet terugvinden zo meteen. Ja. Ah, jawel. Dit ken ik. Want hier ben ik wel een keer geweest. En ik zal je dat laten zien, dat ik hier ben geweest. En dat laat ik jou zien door middel van... Oh, heb je de grote piemel neer? Nee, dit valt... Hé. Hey, spin. Oh, holy shit. Maar je handen van David. Ik denk, Timo, wat doe je? Ja, nee, die spin kwam zeg maar zo uit de bosje, zo bam. Even. Kijk, zie je dit hele mooie rots hier rechts? Ik zie daar licht trouwens, maar ja. Ja, maar hier, zie je die rots? Ja, daar wil ik zijn normaal rotsen. Ooit wat opbouwen. Ja, die hele mooie grote hoge. Oh, daar ja. Oké, nee, dat is daar. Nou, inderdaad, waar je licht ziet, daar ben ik zeg maar naar beneden gegaan. En daar heb je al die iron gevonden. Ja, voor een deel. Ik heb heel veel iron. Ja, maar goed. Ja, klopt. En dat was best boeiend. Uh-huh. Kom op. Kijk, want hier kun je naar beneden vallen. Oh shit. Goed dat je het zegt, man. Ik wou eroverheen gaan springen, maar ik doe het nou maar niet meer. Interesting. Kijk. Ja, en hier was de vorige keer bliksem. Sloeg die in hier al? Kom, we gaan... Dat heb ik dus echt nog nooit gehad, dat de bliksem echt voor mijn neus insloeg of zo. Nee, ik ook niet. Het schijnt wel te kunnen. Ja? Ja, statistisch gezien is het mogelijk. Maar, ja, maar voorbij dit punt ben... En er zijn pompoenen! Timo! Pompoenen! Wat kunnen we ermee? Dat is helemaal niet speciaal, want ik heb pompoenenzaad gevonden in een chest. Ja, maar nou je het zegt, volgens mij kun je er helemaal niks mee. Ja, je kan ze op je hoofd zetten, maar verder... Ze zijn mooier als fakkels. Dat is wel waar. Oh ja, dat was het. Ja, je kan er een torch in zetten. Nou, verder ik heb kun je het idee dat jij zo'n typische admin bent die... meestal zeg maar de dingen liever spant dan... Nou, ik vind survival ook wel leuk, hoor, maar... Nee. Spannen is, ja, meer mijn ding. Maar nee, ik weet wel hoe het allemaal werkt. Als je rotten flesh eet, hè? Ja, dan kan je gepotioned worden. Ja, dat gebeurt heel vaak. Maar gaat dat eten wat je dan opeet, gaat het ook sneller weg? Ja, dat valt mij ook op. Volgens mij is dat ook zo, hè? Oh, kut, hij wordt boos. Oh, kut, heb je zo... Jongen. Oh, fuck. Achter ons, achter je. Pak hem. Wat is dat voor geluid? Ik heb nog niet heel veel in 1.4 gespeeld, maar... Dat is een nieuwe geluid van de Enderman. Ah, dat is wel spaaring. Vroeger vond ik ze niet zo eng, maar nou... Vroeger werden ze ook nog boys als ik naar ze keek. Ik was echt een vriend van ze. Nee, dat was echt raar. Hé, hey, wat zit je te kijken, vriend? Ja, dan keek hij me zo aan, zo van, what the fuck? We gaan helemaal deze kant op, Timo. Want... Ja. Al die schapen hier zo, joh. Weet je dat ik er ben of zo? En dan? Ik snap de correlatie niet tussen jou en schapen. Anderen snappen hem wel. Oh. Ik kijk jouw video zo niet, waar je zegt. Wat? Hey, skeleton. Hey, fuck. Hij moet jou hebben. Ik ben afgelopen. Oh, kut. Ik ben met vlees aan het slaan. Dat is heel erg effectief. Kijk, een mooie bijkomstigheid is dat we af en toe kippen hier hebben. Wat ik hoop eigenlijk is dat we iets van een jungle biome of zo tegenkomen. Of misschien nog een woestijn of een... Ja, het is al wel heel... Heb je grote... Oh, hier zijn veel zombies, hé. Ja, ik weet. Ik ga je wel sniper koffer geven. Oké, klaar. Keeper achter mij. Hé, hey, pijlen blijven in je zitten. In mij? Heb je mij geschoten? Ik stel voor dat we hier gewoon voorbij lopen. Nee man, dit kunnen ze hebben. Kom, makkelijk. Wat maakt dat nou weer uit? Ja, dat is XP. Oh, dat is waar. 34, ja. Oh, dan moet ik weer eten. Geen keeper. Nou, dat ging goed. Ik wou eens weten of je large biomes had aanstaan, want het is best een grote biome. Die heb ik aanstaan, ja. Is dat slecht? Dan kan het even duren voordat we er een andere vinden. Oh. Maar als je dan zeg maar een woestijn vindt, dan vind je ook echt een soort van eindeloze woestijn. Ja, want ik heb ook een woestijn in mijn achtertuin zitten. En die is best wel groot. Oké. Ja, ik weet niet, ken je die oceanen die je eerst had altijd? Ja. Die maar niet ophielden? Ja, die houden nou echt niet meer op, zeg maar. Ja, nee, met large biome heb je zeg maar geen woestijn, maar dan deze biome. En die houden dan niet echt op, zeg maar. Oeh. Dus het kan wel zijn dat we nou een hele tijd moeten... Ja. Springen we weer erin? Het is niet heel diep, maar ik ga deze wel doen, niet zo. YOLO! Hey, what the fuck? Oh, achter ons! Auwe, check die de sniper zitten, jongen! Modern Warfare camper. Ja, fucking camper in die bosjes daar. Ik ga ervan uit dat jij je redt. Nee, ik heb hem al niet gehad. Ik moet wel even eten. Kramp! K-
Kramp, dat klinkt als zo'n character uit de Ninja Turtles. Hoe heette die? Ja, hé, hier is een grot. Oh nee. Nee, dat dacht ik dus ook, maar dat viel best vies tegen. Raar uit, ja. Iets wat ik ook nog niet gevonden heb is een moeras, by the way. Dus dat, niet dat je daar nou veel aan hebt. Maar nee, maar ik denk ook niet dat dat... Hoe kan hier nou weer seed liggen? Nee. Echt. Hé. Hey. Wat is dit? Interesting, maybe. En ongestoord springt hij erin. Alsof iron hier zo, en nog meer iron, en coal, en nog meer iron. Oh, verder houdt het op. Oh, dat faalt. Altijd. Het is altijd zo grote verwachtingen, maar er is niks. Ja. Oh shit, ik kom er niet meer uit, want ik heb geen kobbel of niks. Oh, zo. Moet ik je even helpen? Nee, oh, dat komt wel goed. We gaan er hier uit. Ja, vind ik een goeie. Oh, daar komt zand naar beneden. Of waarschijnlijk water naar beneden. Nee, hier niet. Denk ik. Weet ik eigenlijk niet. Ja, trouwens. Ik denk het wel hier zo. Als dat... Met zaad. Pardon? Ik zei met zaad ben ik. Kijk, zie je het? Het is helemaal niet, niet wat je denkt. Nee. Of wat je mogelijk kon denken. Ik heb zo'n gevoel dat we hier echt die berg omhoog aan het graven zijn, weet je wel. Ja, ik ben al een alternatief aan het maken. Zeg maar. Nee, ik red hem wel. Ik ben een... Oh, kijk hier. Waarschijnlijk ben jij nou al lang boven, maar... Ja. Hey, kijk, hallo. Hey, Timo. Oké, cool. Let's go. Deze kant op, daar waren we naartoe. En, ja. Oh shit. Berg daar is wel heel episch. Hop. Dat is echt wel vet, hier, deze biome, zo met die bergen. Ja, dat is zo'n extreme hill biome. Ja. Beverly Hill. Everest hier zo. Oh, het wordt dan weer licht. Dat is mooi. Dan is er geen spanning meer. Hey, weer pumpkins. Ja, dat is leuk, maar je wordt ook achtervolgd. Oh, ik word nou achtervolgd. Ik heb hem afgeleid. Oh. Ik dacht volgens mij, is een normaal bos ook goed? Weet je wel, zo'n bos waar heel veel bomen zijn? Een bos waar heel veel bomen zijn. Timo. Ja, nee, maar je hebt van die bossen... Ja, die... weet je, een bos waar dan staan dan ook bomen in, weet je? Nee, ja, maar nee. Ik bedoel gewoon tot er echt op elk punt waar je loopt zo wat een boom staat. Kijk, ik weet niet wat er aan de hand is, voor mij moet ik mijn kastje even een keer legen, want het is echt... Hij laat voor geen meter. Oh zo, ja, ik heb het ook. Maar misschien Optifine moet ik weer even een keer ingooien. Oh ja, want ik heb ook geüpdate en ik heb nog geen Optifine. En ik wil eerlijk zeggen dat mijn potatoes ook nog niet zichtbaar zijn, dus... Ja, ik heb wel een modloader, dus ik heb wel een textpack. Ik heb ook een textpack. Of MC Patcher bedoel ik. Ik heb ook MC Patcher. Ik heb ook een textpack. Oké. Ik heb alles wat jij hebt. We hebben zoveel gemeen. Maar zo'n bos, en je bedoelt dat jij die toevallig zag net of zo? Bos? Ja, nee, dat dacht ik, maar dat was dus niet zo. Er kwam ineens weer zo'n grote berg. Ja. Dus eigenlijk zijn we wel 10 minuten aan het lopen. Maar, ja, leuk! Ik, ja. En dan moeten we nog terug. In een rechte lijn, hoop ik. Oké, wacht, misschien is het handig als we gewoon even op deze berg gaan staan om ons heen gaan kijken. Ja, dan moet ik even laden, want dat duurt even. Maar dat is een goed idee. Ja, maar het kut is als je om je heen kijkt, zie je alleen nog maar meer bergen. Dus dat werkt niet. Hey. Oh, ik heb honger. Ik denk, wie slaapt mij nou weer? Come back, Timo. Nee. Dat zou ik nooit. Oké, au. Au. Fuck, ik ben bijna dood. Even eten. Dit is diep. Ja, dit is... Dit doet mij denken... Ik weet niet of je het nog kan herinneren, weet je wel? De hele oude DHD-server. Ja. Toen had je zeg maar ook zo'n stuk. Zegt hij niks meer. Ja, oké. Ik ga voor het allereerst... Ga ik vals spelen, Timo. Ik ga even kijken hoe ver... Oh, kut! Nee! Wat? Je bent niet heel goed te vals spelen. Hé, waarom de... Ah, hoe kan dat? Je kan slash back, jij. Ja, maar dat... Wat? Ik deed... Heeft iemand mijn fly mod uitgezet of zo? Nee, ik heb niks gedaan. Hé! Hey! Is dat... Nee, dat is niks. Oké. Okay. Oh shit. Oh shit. Wat? Waar ben je? Doorgelopen. Oh, ik zie het. Moet je dit zien? Wow. Oh, dat is wel heel erg ziek. Wow, dat is vet, man. Oh, dit is echt huge. What? Oh, moet je hier kijken, man. Oh, fuck, allemaal creepers. Oh, hier gaan we wat mee doen. Dat is zeker. Nou, dan hebben we tenminste nog iets... Oh, kijk hier dan, hoe fucking hoog. Wat? En daar gaat het omhoog. Hier kun je een fucking geheime basis in maken, man. Oh, de Batcave! Oh ja, voor mij ga jij dood, of niet? Beetje ingesloten. Nou, die maken het alvast vlak.
Seems legit. Oké. Ja, oké. Hé, maar dit is echt heel vet. Het is echt episch. En ik heb mushrooms. Heet. Oh, als dit in de server was. Dan zaten er waarschijnlijk verschrikkelijk lelijke huisjes heel snel over. Ja, nee, maar dat bedoel ik, dan had ik er gewoon met game mode wat in gemaakt. Nou, dit is vet. Wauw, oké, maar... Of, vet, of ik was aan het vals spelen. Ik ga even snel sneak peeken. Ja, dan blijf ik even hier, zodat we niks vragen. Ja, ik kan geen warp zetten, volgens mij. Nee, volgens mij wel. Oh, je had het over zo'n hele grote oceaan. Ja? I just found one. Oh. Dan denk ik dat je beter de andere kant op kan gaan lopen, want dat is helemaal niet normaal. Ja, maar... Oh god, Timo, deze is echt heel, heel groot. That's what she said. Ik kan niet cheaten. Jammer. Jezus, dit is... Oh. Nou... Of wordt dit nog bij dit land? Voor mij heb ik een... Ik kun je heb even een... p'en? Ik heb een Timo-eiland gevonden. TP. Ja. P. Jij krijgt van mij als enigste van alle mensen die hier geweest zijn. Ik weet niet of je kunt TP'en. TP. Nee, jij zou het moeten kunnen. Je moet gewoon TP'en. Dat dus. Dit is jouw eiland. Leuk man. Mooi hè? Wou je er iets op plaatsen? Zet eens als kippen. Kippen? Nee, doe maar schapen. Nee, die krijg ik niet. Ik ga niet spannen. Het leuke is dat hij het water allemaal niet loopt. Dus ik kan weer even cheaten of ik diamonds zie of zo. Oh, hieronder zit een abandoned mineshaft. Precies hieronder. Ja, bijna wel, ja. Lol. Oké, dan gaan we dit... Ja, dan moeten we wel even... Even checken. Ik ga gewoon recht naar beneden graven. Kom er niet meer uit, maar I don't care. Natuurlijk kom je eruit. Je kan toch weer omhoog bouwen, sukkel. Nee. Jongens, wij gaan in de volgende aflevering gaan wij eventjes kijken wat daar allemaal te vinden is. Voorlopig, Timo, ik denk een shout-out naar een gamekanaal, hè? Ja, tuurlijk. Abonneer even op een gamekanaal, speciaal voor Timo. Laat je Skype achter voor, nou niet de volgende, want dan gaat Timo daar dus verkennen. Maar voor de volgende aflevering, dan ga ik ook stoppen met vliegen, sorry. Fly out, zo. Dat is wel net zo eerlijk. Oh shit, nee, want dan kom ik even beneden. Ja, ik heb het gevonden. Mooi, gefeliciteerd. Hey, Emerald. Ik kom er zo meteen aan. Dus, dat was hem. Geef een like als je dit leuk vond. En tot de volgende keer. Zeg eens doei, Timo. Doei, Timo.